Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag 1 juli en dat betekent dat er ook weer een nieuwe maandelijkse candlestick van start is gegaan. Daar gaan we straks eventjes naar kijken. Zojuist ben ik bezig geweest met een nieuwe toets voor in dit geval voor de MACD-indicator voor de masterclass. En het is zo leuk om te doen. Ik denk dat de leerlingen die ik begeleid een pittige kluif krijgen aan deze toets. Maar dat even terzijde, we gaan even naar de markt. Even kijk, ik open eventjes een ander scherm, zodat ik niet mijn analyse in de weg heb zitten, want die staat vooral op de 4 dagen en op de daily getekend. En als we dan de maandelijkse candlestick openen, dan staan al die teksten er doorheen. Dus we gaan eventjes kijken, wat zegt de maandelijkse op dit moment ons? We hebben een hele lange rode candle gehad, nou ja, vorige maand, in juni. En daar hebben we best wel een sterk weerstand, CQ support level. Ik kan hem precies hier tussen tekenen. Dan hebben we de body van juni precies op deze lijn. De body van december start precies op deze lijn. En de body van november komt precies tot deze lijn. En dan hebben we natuurlijk het allerhoogste punt in december 2017. He, waar iedereen vol verbazing stond te kijken dat Bitcoin echt wel de $20.000 zou kunnen raken. Maar inmiddels is gebleken dat hij er al ver overheen is geweest. Dus dit is best een sterke lijn. En precies op die lijn is deze body ook gekomen. Alleen de volgende body is op dit moment ook rood. Dus ja, wat gaat de Bitcoin doen? Dat gaan we zien de komende maand. Hè. Gaat hij er doorheen? Ja, naar welke levels gaan we dan kijken? Het kan zelfs, hier zit ook een heel sterk level rond de 13.800. Het kan zijn dat hij daar helemaal naartoe gaat en wellicht nog verder. Ja, tot die tijd ben ik zeer voorzichtig met traden. Hooguit één enkele trade totdat we een goed signaal krijgen van, nou ja, kijk, tot hier en niet verder. Stel dat deze candle in de loop van de maand groen wordt en vanaf hier gaan we weer bouwen. Dat is dan zo'n moment. Maar de kans is ook groot dat hij deze trend gewoon naar beneden voortzet. En dat we het volgende level op gaan zoeken. Nou hoeft dat natuurlijk niet de 13.800 te zijn. Hè, want dat is gebaseerd op de maandgrafiek. Ik ga even door naar de weekgrafiek. En even kijken. Dan pak ik wel eventjes mijn andere analyse erbij. Want daar heb ik alvast wat aantekeningen staan. Ja, want die maak ik ook door de week. Deze zijn gewoon voor mijzelf. En dat is altijd handig. Wat heb ik hier aangegeven? Dit is een sterk supportgebied sinds 2017. Dat is eigenlijk hetzelfde gebied wat ik net liet zien op de maandelijkse candlestick. Ik heb hem tot hier getekend, maar ik weet dat hij gewoon verder doorloopt tot hier. Hè? Dus vandaar dat ik ook nog even die bovenste lijn heb getekend, deze. En ik heb hier nog even een level getekend. Hè, van stel dat hij zijwaarts gaat hè, en hij gaat weer naar boven. Dan is dit een beetje het gebied waar hij zijwaarts in zou kunnen gaan spelen. Of dat gebeurt, geen idee. En dan heb ik hier nog een schuine trendlijn. Ja, een trendlijn is eigenlijk pas een trendlijn bij tenminste drie raakvlakken. Hè, die hebben we hier ook niet echt. Dus het is geen sterke trendlijn. Maar ik weet wel dat... He, veel traders op de wereld naar die uiterste puntjes kijken. En of je hem nu eventjes precies hier tekent en daar tekent. Dat maakt op zich niet zoveel uit, want het is een indicatie voor jezelf. Zo moet je je trendlijn zien. De indicatie is voor jezelf. En op het moment dat de prijs weer in de buurt komt, dan ga je vanzelf zien hoe je deze het beste kan tekenen. Want dan ga je hem namelijk aanpassen op wat de prijsactie op dat moment vertelt. Voor nu is het een indicatie dat ergens rond deze lijn, of die nou ietsje zo loopt of zo loopt, dat er mogelijk weerstand komt en de trend verder doorgezet wordt naar beneden. Nou, de prijs is daar voorlopig nog niet. We zitten op de wekelijkse candlesticks, dus elke candlestick staat voor een week. Dus dat gaat echt nog wel enkele weken duren voordat hij daar is, tenzij er weer een opwaartse kracht komt. Nou, daartussen heb ik nog een kleine trendlijn getekend, want ook die zou een rol kunnen spelen. Hè? Wat we als trader doen is het anticiperen op de anticipaties van andere traders. En dat wil ik voor mezelf zo helder mogelijk zien. Nou, ik heb even twee gebieden van waarde aangegeven. Dit gebied van waarde, ja, dat zou op het moment dat deze lijn doorbroken wordt naar boven toe.
Hè? En deze EMA 50, hè, we krijgen hier een opwaartse kracht, zou dit voor de bulls een gebied van waarde zijn. Maar op dit moment zie ik dit als gebied van waarde voor de bears. Dat had in mocht de prijs daar in de buurt komen, wat ik denk ik niet verwacht, want dan zou die ineens omhoog moeten gaan. Maar you never know. Stel dat hij daar in de buurt komt, dan verwacht ik dat hier heel veel shorters instappen. En de bulls die erin zitten vanaf onderaan, dat zij hier targets nemen, wat de prijs weer dus omlaag doet gaan. Zo hou je een trend. Nou, een ander gebiedje van waarde kan je hier ontdekken. Mocht de prijs hier door deze schuine lijn heen breken, wat een bullish signaal is, en dit gebied wordt gerespecteerd, dan zou dit een mooi instapmoment kunnen zijn, hè, want daar komen die signalen bij elkaar, dus is dat vanzelf krachtiger. Maar voor ik daar echt wat over kan zeggen, moeten we dat eerst gewoon zien op het moment dat de prijs daar is. Even kijken door naar de 4 dagen grafiek. Ja, eigenlijk niet zo heel veel verschil met hetgeen ik net zei. Ik heb hier een klein balletje getekend, hè, om aan te geven bij het respecteren van dit level. Kunnen we entries vinden in de altcoins? Nou, op dit moment wordt dit level nog gerespecteerd. Deze 4 dagen candle duurt nog 2 dagen en 16 uur. Dus dat gaat nog wel eventjes duren. Wat zegt de daggrafiek? Daar hebben we eigenlijk hetzelfde. Daar is dit, deze zwarte lijn is gerespecteerd door een mooie hammer. Hè? Dat is een sterke prijsafwijzing vanaf dit gebied. Maar we krijgen hem ook weer vol overheen door een inverted hammer en omgekeerde hammer aan deze kant. Maar deze is nog niet klaar. Deze candle duurt de hele dag nog. Dus hij kan groen worden, hij kan nog roder worden. We gaan het zien. Maar als het level gerespecteerd wordt, hè, en dat gaan we zien door bijvoorbeeld deze candlesticks. En hier komt bijvoorbeeld een groene. Nou ja, dan heb je kans dat je dus een instapmoment kunt vinden. En ik handel dan vaak liever in de altcoins dan in de Bitcoin zelf. Bitcoin is voor mij één grote indicator. Nou, hoe doen we dat nou? Shorten vind ik op dit moment geen goed idee, omdat het gebied van waarde van shorten hierboven zit of langs deze trendlijn zit. De prijs is te ver van dat gebied van waarde, dus vind ik shorten veel te risicovol op dit moment. Dan moet de prijs eerst weer terugkomen naar daar en dan laten zien dat hij deze lijn of die lijn respecteert en daar zou een short kunnen nemen. Dus voor shorten op dit moment niet. Binnen deze trend zou je een long kunnen nemen om die swing in een neerwaartse trend, dus de kleine swing naar boven te kunnen nemen. En nou, dat is eigenlijk het enige wat ik op dit moment doe. Ik doe dat voorzichtig. Ik ga daar met niet te veel geld in. Waar ik het risico van een enkele trade eigenlijk standaard maximeren op maximaal 2% van mijn totale tradingportefeuille, hou ik dat waarschijnlijk op dit moment wat lager. En maar één trade, hè, in een neerwaartse trend. Want het grote nadeel is als ik een aantal trades heb lopen die er best goed uitzien met een hele goede analyse. De Bitcoin hoeft hier maar doorheen te gaan en hij trekt alle trades naar beneden. En dat vind ik gewoon niet prettig. Want aan het eind van de rit wil ik gewoon dat volgend jaar mijn tradingportefeuille weer een stuk vermeerderd is. Want daar doen we het voor. Dat brengt mij naar een aantal trades. Kan er eigenlijk kort over zijn. Hè? Kijk anders even de vorige marktflits, want mijn verhaal blijft steeds hetzelfde. En ik heb hier een hele waslijst staan aan trades. Ik heb er een aantal uitgepikt, maar dat wil niet zeggen dat de anderen niet goed zijn. ADA is er eentje. Cardano die zit mooi tegen deze trendlijn aan, gaat die hier doorheen. En de Bitcoin blijft dit lijntje respecteren, dan zit hier mogelijk een mooi instapmoment om long te gaan voor ADA. Afgelopen woensdag in mijn live sessies met mijn leerlingen bracht iemand Atom naar voren, her Cosmos, om te vragen van is dat er dan geen één? Ja, dat is er ook één. Ik had hem alleen even niet op mijn netvlies staan, omdat ja, ik ga niet alle munten doornemen, want daar ben ik veel te lang bezig en ik ben op zoek gewoon naar één instapmoment. Maar Atom is er dus ook eentje, dus ik laat hem eventjes hier zien, deze lijn. De onderste lijn is een mooie lijn uit het verleden en samen met deze lijn hierboven maakt dat vormt dat een mooi gebied. En binnen dat gebied kunnen we al een 21% winst maken. Dus als je hem ergens langs deze lijn oppikt en je kan een swing naar boven maken hier naartoe, heb je natuurlijk een hartstikke leuke trade in een bear market. Nou, hetzelfde geldt voor Phantom.
Phantom laat zien dat hij de bovenkant van dit gebied respecteert. Dus dat zou ook een leuk instapmoment kunnen zijn om hem hier naar boven te pakken. En wat pakken we dan? Ja, ook al denk je, dit is een klein stukje. Dit kleine stukje is toch al gauw zo'n 30%. Hè? Dus vergis je niet als je zo naar een grafiek kijkt, kun je hier dus een behoorlijke winst pakken. Werk ik dan met allerlei targets? Nee, ik werk zeker niet met dat ik hier een target ga bepalen en hier eentje en hier eentje en hier eentje. Want we zitten in een bear market. Hè? Dus ik ben blij als het eerste target geraakt wordt. En afhankelijk van wat de markt mij dan vertelt, waarbij ik Bitcoin gebruik als grote indicator, verkoop ik mogelijk alles hier. Of 50% of 75%. En ik laat dus een klein stukje doorlopen, gewoon om te zien wat er gebeurt. Maar meer dan dat risico neem ik niet. Kleine beetjes je portfolio vermeerderen. En die bull market komt wel weer. En dan gaan we veel meer trades zetten. En dan wordt het nog leuker. ICX was er eentje die ik bijhield. Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal als Phantom. Laag oppakken. Hij staat nu laag. Hij kan misschien nog wat lager. Op een gegeven moment moet je ook gewoon traden. Hè? Want je kan je blind staren op wat er hier gebeurt. Ik zeg nu bijvoorbeeld, ik wacht deze candle nog even af wat hij aan het eind van de dag doet. Ja, dan komt daarna misschien weer zo'n candle, kan je weer een hele dag wachten. Ja, zo blijf je bezig. Als je gewoon een trade zet en goed trade management toepast, in ieder geval stop loss plaatsen, maar daarnaast ook kijken wat de markt doet, dat goed scherp in de gaten houden, dan kun je mogelijk een leuke trade maken. Even kijken. Daarnaast had ik Kava. Kava heeft de piek omhoog gehad. Dus eigenlijk al te laat ingestapt. Dus we gaan kijken tot waar die hem hier weer respecteert. Mogelijk is dat hier waar die nu zit. Hè, dat zou heel goed kunnen. En mogelijk pakt hij hem nog eventjes wat lager. Nogmaals, ik gebruik Bitcoin als grote indicatie. En mogelijk de komende dagen, afhankelijk van wat deze candle doet en de volgende candle, is dat een leuk instapmoment dan bij een van die altcoins die je ziet. Nou, heb je hier nog vragen over? Is iets onduidelijk? Laat het me even weten in de comments op YouTube. Geef me ook een duimpje, alsjeblieft, want dan help je mij weer. En abonneer je op dit kanaal als je iets niet wil missen. En voor de leerlingen geldt natuurlijk, maak gebruik van het leerportaal, want dan kun je 24 keer 7 je vragen kwijt. Nou, ik hoop dat het een mooie dag wordt, het zonnetje schijnt. En wij hebben een picknick gepland vanmiddag, dus ik hoop dat die doorgaat. Maar misschien ben ik iets te positief. Ik spreek jullie, heel fijn weekend.